In een feestelijke sfeer kregen de cursisten van de Koto, Angisa en Kimona opleiding van NACS gisteravond hun certificaat uitgereikt. De avond werd geopend door NACS-voorzitter Siegmin Staphorst, die de belangstelling prees en het belang benadrukte van deze opleidingen voor het behoud van de Surinaamse cultuur. We brengen u een fragment van de feestelijke ceremonie. Aanwezigen werden ook in de gelegenheid gesteld om een mooie Angisa te kopen.